Zijn we er een beetje klaar voor? Jullie nemen heel mijn werk af. Ik hoef niks meer te doen. Jullie zijn al zo ontiegelijk enthousiast. Dat gaat helemaal goed komen. Zullen we af gaan tellen? Gaan we even één keer oefenen? En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Want ik heb me laten vertellen dat alles goed komt dit jaar. We hebben zelfs een regel, Piet. Dus alles is geregeld, alles is gecheckt. Ja, ik doe ze erbij. Dus het moet goed gaan komen vandaag. Hebben we er een beetje vertrouwen in? Oh, dat klinkt niet echt... Zullen we dan eerst maar eens even gaan tellen? Gewoon aftellen. Gaan we van 100 naar 0? Dat duurt te lang, ja. Die man daar in het midden, die wil heel graag dat die hele zaal van 100 naar 0 gaat. En dan zegt hij, dan moet je bij 50 zeggen, ik ben de tel kwijt. Dat is zo flauw, dat doen we niet, hè. Zullen we gewoon van 10 naar 0 gaan? Dan gaan we even oefenen, hè. 10! Dit gaat fantastisch. We gaan hem nou voor het echi doen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Zullen we het doen? En dan doen de papa's en mama's en de opa's en oma's doen ook mee. Dan gaan we nog harder. Want waarschijnlijk staan ze buiten te roken. Dat mag ook weer niet, maar dat doen ze vaak wel. Dus ja. Zullen we het doen? 10. 9. Heel veel plezier, jongens en meisjes. Opa's en oma's, papa's en mama's. Zakken staan weer klaar. Met pepernoten, speculaas. Alle pieten gaan op pad. Samen met Sint-Nicolaas. Wacht eens even, roept de Piet. Kijk eens even goed. Sinterklaas die mist een schoen. Aan zijn linkervoet. Waar is de linkerschoen? De schoen van Sinterklaas. We kunnen we dat niet op, want hij is kwijt helaas. Waar is de linkerschoen? Weet jij soms waar die staat? Waar is de linkerschoen? Anders komen we ze la 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 bij de marsepein of de zoete koek. Zoek eens in de zakken, kijk eens bij het paard. Heeft de Sint hem dan verstopt, daaronder zijn baard? Waar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas? We kunnen dat niet op, want hij is kwijt helaas. Waar is de linkerschoen, weet jij soms waar die staat? Waar is de linkerschoen? Anders komen we ze la 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 la. En daar stond een schoen met een mantel voor het paard. Ik had hem gevonden, een jongens wat een pret. De schoen van Sinterklaas, hij heeft hem zelf gezet. Daar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas. We kunnen de dag weer op met zakken speculaas. Daar is de linkerschoen, een jongens wat een pret. Na jaren trouwe Piet, heeft hij zelfs een schoen gezet. Daar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas. We kunnen de dag weer op een zakje speculaas. Daar is de linkerschoen, een jongens wat een pret. Na een jaar met oude vriend, heeft hij zelfs zijn schoen gezet. Oh, Tycho! Dat was lekker, Kenzo. Ze klappen voor ons, ze klappen voor ons. Dank u wel, dank u wel. Goedemiddag allemaal. Ik heb je naam al stiekem verklapt. Ik de jouwe. Ja. Maar ze hebben het niet gehoord, denk ik. Nee, nee, nee. Ik ben Tycho. En ik ben Kenzo. En samen zijn wij het... Wat was het ook weer? Het Pietenduo. 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 Maar wat zingen jullie allemaal mooi. Ik moet eerlijk zeggen, die kant ging een beetje langzamer nog. Het is allemaal nog 33 toeren. Nee, ja, u zat er wel bij, mevrouw, maar de rest haalt het allemaal naar beneden. Ja. Nee, maar we hebben dit liedje straks ook nog voor Sinterklaas als verrassing. Dus onthoud nou dat stukje van... La 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 la. Niet zo moeilijk, hè? Niet zo moeilijk. Die kindjes hadden het allemaal al goed.
En als Sinterklaas dan straks komt, dan doe ik dat als verrassing voor Sinterklaas. Zo, de kop is eraf. Waar? Ja, hier. Oh, ja, dat is waar ook. Maar ik zit eigenlijk te denken, we hebben nou wel de linker schoen gedaan. Ja. Maar is het niet verstandig dat we ook wat andere oude Sinterklaas liedjes doen? Zoals? Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, die is goed. Oh, de kindjes kennen het ook. En dan mag er natuurlijk gedanst worden. Jullie mogen gaan staan, mag meegedanst worden. Komt u maar. Sinterklaas, en wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk goed weet wie. Sinterklaas, en wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk goed weet wie. Sinterklaas, en wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk goed weet wie. Sinterklaas, en wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk goed weet wie. Sinterklaas. Oh, deze is ook zo leuk, Kenzo. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede zin. Een pop met vlechten in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar. Drie kaatsen ballen in het net, een letter van een banket. Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede zin. Goed, zwijgt weet niet, ik hoor je wel, maar ik zie je niet. En wil jij voor mij iets aardigs doen? Gooi dan wat lekkers in mijn schoen. Zoet, veeg, Piet, wiede, wiede, wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. En wil jij voor mij iets aardigs doen? Gooi dan wat lekkers in mijn schoen. Zoet, veeg, Piet, wiede, wiede, wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil jij voor mij iets aardigs doen? Gooi dan wat lekkers in mijn schoen. Gooi dan wat lekkers in mijn schoen. Oh, Tigo, toch die oude liedjes. Dank u wel. Hey, dank u. Jongens. Blijven natuurlijk ook. Hey, Rigel. Hey, Tigo en Kenzo. Hallo. Wat leuk. Wat leuk dat je er bent. Het is lekker druk hier. Ja, druk en warm. Het is en warm. Wat, ja, maar, ik voel het. Dit is Regelpiet, de Regelpiet van Sinterklaas. En die regelt nou eigenlijk alles. Alles. Ja. Regel, kom eens bij ons staan, want wat kom je doen? Nou, ik heb hier een checklist. Wat? Een checklist. Waarvoor? En die moeten we invullen. En als alles compleet is en afgevinkt, dan kan Sinterklaas hier naartoe komen. Oh, maar Regel, kijk nou toch eens. Dit is toch allemaal geregeld? Ja, maar alles nagaan en dan als Regel, alles in orde is. Beter dan dit kan het niet. Dat weet ik, maar we gaan het wel even checken. Laten we voor de zekerheid doen. Oké, kijk, dan hebben we bijvoorbeeld het licht. Ja, nou, licht, die heb ik inmiddels gezien. Ja, nou, oké. Geen probleem. Check. Versiering. Hebben we dat gezien? Genoeg gezien. Ja hoor. Ja, hè? Oh, ja. En de muziek? Nou, die heb je net gehoord. Nou, behoorlijk goed ook, dus check. Dankjewel. En de goede sfeer? Dat moeten we even testen, Kenzo. Ja. Want de goede sfeer die begint meestal bij de opa's en de oma's. Wie is er nou al opa of oma? Ah, kijk. Als u te hard schreeuwt zo meteen, handjes, ja. Wel het gebiedje in de mond houden. Dat is wel belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Dan doen we eerst die opa's en die oma's. Is er een goede sfeer? Ja! Kijk, dat is één. Ik zie niks door de lucht vliegen, dus dat is goed. Nee, gaat goed. En dan hebben we de papa's en de mama's. De papa's natuurlijk. En de mama's. Wie is de papa of mama of wordt dat binnen nu en 9 maanden? Ja. Heel daarachterin goed, zit er eentje. Ja, dat zijn de wensen, maar ik bedoel in het echt. Nou, al die papa's en mama's, is er een goede sfeer? Nou, ik zou zeggen, check. En de stoel van Sinterklaas. Waar staat hij dan? Regel hier. Oh, helemaal niet gezien, maar... Is er. Ja. Check. Ballonnen? Jazeker. Ik heb ze wel gezien. Kijk daar.
Ja, heel en bij de mooi. Ingang heb ik ballonnen gezien. Ja. Check. Ja. En hebben jullie eigenlijk allemaal wel pepernoten gekregen? Nou, dat is nog eens een keer check. Heel goed. En, zo schiet het op. Cadeautjes? Ja, die staan allemaal daar. Hier, daar, voor het raam. Ja, mooi. Ja, de belangrijkste. Kenzo. Ik niet. Nee, ik bedoel het publiek. Ja, oh ja, die zijn er ook, die zijn er ook. Want we hebben de opa's, de oma's, de papa's, de mama's gehad. En het aller, echt het allerbelangrijkste. Ja. De kinderen. Ja, nou dan moet je jullie eens even goed laten horen. Of er ook kinderen zijn. Zijn die er? 3, 2, 1. Zo, nou, dat was een trommelvlies. Nou, check. Nou, en ik nu? Zou zeggen, klaar? Nee, sorry jongens, buiten moet ook nog alles gecontroleerd worden. Oké, okay, wacht even, die snap ik niet. Waar is nou het feest, hier of buiten? Ja, hier, maar we willen toch dat Sinterklaas hier mooi buiten aankomt. En we moeten het gewoon even controleren. Alles toch, voor de zekerheid. En is dat ook al zo'n grote lijst? Nee, dat valt wel mee, heb ik gezien. Kom maar, Regel, we gaan maar snel. We gaan. Wat komt hier, Go? Als we dat nou snel doen, dan kunnen we gewoon het feestje straks gaan. Al die mensen allemaal weg hier. Blijven jullie allemaal zitten? Ja, wel blijven zitten. Niet weggaan, hè? We zijn zo terug. Nee. Oh, het moet wel snel regelen. Iets doorlopen. Ja, kom maar, kom maar. Want straks dan komt het allemaal. Ja. Ah, dat ze wel gaan lopen, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Hé. Guus. Guus, ja, Nico. Ja. Ja. Volgens mij, hè, is er weer een Sinterklaasfeest hier. Een Sinterklaasfeest? Ja, ga jij eens even kijken. Even kijken? En? Hé, Guus, wat zie je? De hele zaal zit vol, Nico. Oh, Guus. Oh, wat gezellig. Hé, en Guus. Wat leuk allemaal. Ja, Nico, ja. Vraag jij eens aan die kinderen waarvoor ze hier vandaag komen dan? Wat ze komen doen? Ja, dat zou ik zeggen. Ja, vraag eens even. Heel lieve kinderen, wat doen jullie hier vandaag allemaal? Sinterklaas? Komt hij hier? Oh, Nico. Ja. Sinterklaas komt vandaag hier. Echt waar? Ja. En denk je dat ik ook al kan komen? Ja, je kan maar komen. Kom maar. Kijk eens wat gezellig. Allemaal mensen. Oh ja. Hallo. Nee. Dag allemaal. Zo, hé. Maar, Nico. Ja, Guus. Wat doen wij hier eigenlijk? Jij hield toch niet zo van Sinterklaasfeest? Jij kreeg toch nooit cadeautjes vroeger? Precies. Want hoeveel cadeautjes denk jij dat ik ooit in mijn leven van Sinterklaas heb gehad? Let eens op. Probeer eens te tellen. 3, 4. 0? Heb jij nooit cadeautjes gehad vroeger? Echt, ik heb nog nooit 1 cadeautje van Sinterklaas gehad. Dat is ook wel zielig. Ja. Maar dat zegt nog niet wat wij hier komen doen. Nee, want wat zijn wij? Ja, wij nemen dingen mee. Wij zijn boeven, hè. Dus ik ga eens even kijken of wij hier iets kunnen jatten, zeg maar. De pikken valt. Eens even kijken. Nou, ik zie... Oh. Ik zie helemaal niks, Nico. Hoor je? Guus, kom eens bij me. Ja. Kijk. Daar zo. Waar? Daar. Nee. Daar zo. Zie je dat? Ja. Allemaal tekeningen. Ja, dat zijn er wel heel veel, ja. Oh. Allemaal tekeningen. Dat zijn er een boel. Oh, kijk eens. Oh, dit is... Kijk dan, met ballonnen. Oh, dat is wel een hele mooie. Mooi, hoor. Van Joa. Mooi. Wat mooi. Oh, en deze dan? Oh, van Dex. Dex van Lente. Oh, dat is wel een hele mooie. Ja, kijk. Dat ben jij? Dat ben ik? Ja. Oh, wat mooi zeg. En hier nog eentje. Van Kate en Jay. Oh, die kan ook mooi kleuren. Oh, wat mooi. Hé. Wat vind je? Maar wat moeten wij met al die kleurplaten? Wil je ze allemaal geen kleuren of zo? Wat denk je nou zelf, Pepernoot? Dat ik het leuk vind om al die kleurplaten te gaan kleuren? Tuurlijk niet! Je kijkt er wel zo naar. Ja, want ik zit te bedenken, hè, Guus. Nou. Als je heel veel kleurplaten hebt, ben je dan heel stout of heel lief? Nou, dan zijn je wel heel lief, denk ik, ja. Heel lief. Ja. En als je heel lief bent, denk je dan dat je heel weinig of heel veel cadeautjes krijgt? Nou, als je heel lief bent, krijg je heel veel cadeautjes, toch? Nou, ja, en wat denk je dan? Als wij al deze kleurplaten meenemen, dan krijgen wij natuurlijk heel veel cadeautjes. Ja. Ja. Maar Nico. Ja, Guus. Denk jij nu echt dat al die kinderen
Ons die club laten meenemen? Dat denk ik wel. Nou, wacht. Ik denk het niet. Wacht maar eens even. Ik ga het even aan ze vragen. Vraag het maar eens even. Lieve kinderen, mogen wij al deze kleurplaten meenemen? Zie je wel, dat gaat nooit lukken. Dat had ik niet verwacht. Maar jij kijkt maar even rond. Ja, ik ga eens even rondkijken. Ik ga hier in deze stoel zitten. Ga jij maar eens even lekker zitten. Nee, dit van de kat is toch... Oh, dat is dan... Even in het zakje. Wat doet hij nou? Zo! En gaat hij ook nog in de stoel zitten? Oh. Hij zit heerlijk, Nico. Dat mag toch niet? Jawel. Nee, dat mag echt niet, hoor. Oh. Alleen even uitrusten. Mag hij in die stoel zitten? Jawel. Ik heb hier al een nee. Heel klein beetje. Nee, en wacht maar eens even. Ik zal het wel aan al deze kinderen vragen. Kinderen, mag Guus in die stoel zitten van Sinterklaas, ja of nee? Nee. Nou, doe het toch. Want weet je nog, vorig jaar, wie ging er toen in die stoel zitten? Jij. Ja, en ging het toen goed of ging het toen fout? Ja, toen ging het fout. Maar toen zat jij erin en nu ik. En toen zat jij erin en nu ik. Ja. Ja, denk je dat het dan goed komt? Denk je dan dat het goed komt als jij erin zit? Ja hoor. Echt niet. Ja. Nou, ik ga nog eens even kijken hier. Ja, hey Guus, ik zie jou daar wel zo zitten, hè? Maar als jij nou eens die kant op kijkt, hè? Ja. Wat zie je daar staan? Niks. Kijk eens goed dan. Ja. Ga eens kijken. Een oude blauwe kar. Ja, ga er eens kijken. Misschien zit daar wel wat in wat we kunnen gebruiken. Hé. Nee, Nico. Die prullenbak dan. Zit daar allemaal, wat in? Allemaal troep. Au, jongen. Kijk nou uit, man. Jij ook altijd met je ideeën. Ja, jij ook altijd met je ideeën. Je doet dan zijn hand in de prullenbak. Vorig jaar zat je ook al vast in die prullenbak. Ja, nooit pijn. Ja. Oh. Maar heb je wel goed gekeken? Ja, ik heb goed gekeken. En? Zat er wat in? Ja, mijn vinger. Ja, mijn vinger. Ja. Hé, maar ik krijg hem niet los, hoor. Kun je me dan... Hoe deed je dat dan? Kom eens helpen. Even. Ja? Even. Hoe zat dat dan? Ja, het lukt wel. Ja, het lukt wel. Nee, Wat is dit nou weer? Jongen. Nico! Ja, Guus! Nico, waar ben je? Guus, ik ben Nico. Hier! Guus! Ja, waar ben je? Hier! Waar? Ah, ja. Guus! Ja. Ik heb het! Wat heb je? Een goede mop? Nee, moppie! Kom eens even staan! Kom eens even staan! Oh, man. Als ik jou... Kijk, als ik jou nou zo zie, dan doet me dat aan iets denken. Waaraan? Ik heb echt een idee nu. Hij heeft een idee. Kijk. Wat is dat? Troep. Nou, hou eens vast. 1 plus 1 is... Wist je dat? Nee. Nee, dat dacht ik al. 1 plus 1 is 3. Kijk, 1 plus 1 is... Wat is dit nou weer? 2. Ga zo staan. Wat is dit nou weer voor rommel? Kijk dan. Kijk, zo. En dan heb ik hier zo'n dingetje. En met dat dingetje doe je thuis altijd... Kijk, maar als ik dan straks zo een beetje... Dan heb ik echt wel een goed idee, hoor. Ik snap er nog steeds niks van, Nico, wat je van plan bent. Nee, snap je het echt niet? Dat komt helemaal goed, hoor. Nee. Maar, Nico... Ja, Guus? We hebben één probleem. Hebben wij een probleem? Ja, en een groot probleem. Oh. Nou, die moeten we dan oplossen. Wat is dat grote probleem dan? Die Sinterklaas, die moet niet komen. Nee, dat is ook zo, want Sinterklaas zou komen vandaag, of niet? Oh, en die moet natuurlijk niet komen. Nee. Want anders lukt ons plannetje niet. Precies. Oh, hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, die regelpiet heeft die checklist. Wat zeg je? Ik zei niks. Nou, ik stond hier en ik hoorde echt wat in mijn oor dat je iets zei, maar ik hoorde het niet goed. Ik zei niks, hoor. Niet zo hard, hè? Nee. Checklist. Dat is het. Ik snap er niks van. Jawel. Luister nou naar mij. Als wij de checklist hebben, dan komt Sinterklaas niet. Hebben wij alle kleurplaten en dan komt het helemaal goed. Ja. Kom eens, ik heb echt een goed plan. Hey,
Wie zal die rommel zeggen? Rommel. Ga jij eens even lekker zitten. Oude troep. Nee, dat is geen oude troep. Dat hebben we hard nodig zometeen. Oude troep. Ja. Ja. Oh, zo eens even hier zitten hoor. Ja. Kijk, zou ik je mijn plannetjes even vertellen? Nou. Kijk, wij gaan ons straks vermommen. Ja. Dan vragen wij aan, hoe heette die Piet ook alweer? Regelpiet. Dan vragen wij de checklist aan Regelpiet. Ja. Die checklist gaat in het zakkie. Ja. En dan komt Sinterklaas niet. En dan gaat ons plannetje lukken. Ja. Snap je hem? Nee. Hij snapt het weer niet. Oh, moet ik het dan nog één keer uitleggen? Ja, één keer, hè? Let goed op. Wij vragen straks aan Regelpiet of wij de checklist mogen. Ja, ja, dat snap ik, ja. Ja? Dan gaat die checklist hier in het... zakje? Zakje? Ja. Dan komt Sinterklaas niet. Alle tekeningen voor ons. Dan gaat het plannetje lukken, Guus. Dat komt helemaal goed. Snap je hem? Ja. Fijn, maar, man. Wat? Hoe gaan wij ons vermommen dan? Want ze kennen ons allemaal natuurlijk. Ja. Ja. Maar daar heb ik wel wat voor verzonnen, hoor. Oh, er plan ik voor. Ja, ja. Draai jij je eens even om. Even omdraaien. Nou, even omdraaien. Pak jij deze eens even? Dan moet jij juist die hebben. Wat is dit nou weer? Ja, zet die maar eens even op. Oh. Poep, 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 poep. Dan doe ik deze op. Wat is dit nou weer? Lukt dat? Ja, dat lukt wel, denk ik. Oh. Ja? Ja. Ja? Oh. Kijk, kijk eens naar mij, kijk eens naar mij. Oh. 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 Kom eens dichterbij. Ja. Kijk. Nu gaan... Oh, nou kennen ze ons niet. Nu kennen ze ons niet meer. Nee. Nee. We zijn aardige mensen. Aardig, ja. Weet je? Ja. Dan heet jij nu Pom en dan ben ik Pim. Pom? Wie heet er nou Pom? Jij heet Pom en ik ben... Precies, ze weten het al. Pom. En waarom ben ik Pom? Ja, dat maakt toch niet uit? Dat is toch helemaal niet belangrijk? Nou, als dat niet zo belangrijk is, dan ben jij lekker Pom en dan ben ik Pim. Ja, nou goed, dan ben ik Pom en dan ben jij Pim. Ja, ja. Pom. Maar we gaan die spullen meenemen. Ja. Want dan gaat ons plannetje lukken. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Kom. Stil zijn, stop. Hè. Niks zeggen, hè. Zo. Shhh. Neem jij dat mee? Ja, ik neem je. Kom. Nou, volgens mij is alles voor elkaar, jongens. Jazeker. Regel. Ja. Alles was goed, toch? Alles is goed. Nou. Maar jongens, ik wil toch nog even hier in de zaal alles controleren. Hier in de zaal alles controleren? Ach, alle mensen zijn er nog gelukkig. Gelukkig, ja. Ze zijn niet weggegaan. Nee. Wat wil je controleren nog dan? Gewoon, nou, even, gewoon de even de lijst nog een keer. En dan, als jullie nou een liedje gaan zingen, de kinderen, dan kom ik zo weer bij jullie terug. Ja, dat willen we wel. Regel, ga jij maar checken. En dan ga ik eerst vragen aan al die kindjes... Want we gaan namelijk een liedje doen. En we hebben hem ook al gedaan toen we binnenkwamen. Van de linkerschoen van Sinterklaas. Maar we moeten allemaal meezwaaien. Ik zie dat jullie enthousiast zijn. Dus dan zwaai je gewoon. Waar is de linkerschoen? Want, ja, hè. We moeten hem nu oefenen voor Sinterklaas. Want we doen hem straks als verrassing. Oh, dan gaan we dat doen. Ja, ja. Kijken of jullie mee kunnen zingen. Ja, die zijn allemaal voor Sinterklaas, hè. De zakken staan hier klaar. Met pepernoten, speculaas, alle pieten gaan op pad, samen met Sint-Nicolaas. Wacht eens even op de Piet, kijk eens even goed. Sinterklaas die mist de schoen aan zijn linkervoet. Waar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas? We kunnen we dat niet op, want hij is kwijt helaas. Waar is de linkerschoen, weet jij soms waar die staat? Waar is de linkerschoen? Anders komen we ze la 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 la. Kijk eens bij het paard, heeft de Sint hem dan verstopt, daaronder zijn baard. Waar is de linkerschoen, de
schoen van Sinterklaas. We kunnen dat niet op, want hij is kwijt een laas. Waar is de linkerschoen? Weet jij soms waar die staat? Waar is de linkerschoen? Anders komen we ze la 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 Had hem gevonden, hey jongens wat een pret. De schoen van Sinterklaas, hij heeft hem zelf gezet. Waar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas? We kunnen de dag niet op met zakken speculaas. Daar is de linkerschoen, oh jongens wat een pret. Na jaren trouwe dienst, heeft hij zelfs zijn schoen gezet. Daar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas. Kunnen de dag weer op een zakje speculaas. Daar is de linkerschoen, oh jongens wat een pret. Na een jaar trouwe dienst heeft hij zelfs zijn schoen gezet. Wauw, ik vond dat het hartstikke goed ging, Tiro. Ja, dat vind ik ook, Kenzo. Ja, ze zingen mee, ze klappen mee, papa's, mama's, alles doet mee. Maar ik zat een beetje te kijken, is het allemaal geregeld, Regel? Hè? Ja. Sorry, ja, de laatste dingetjes. Ja, het is nu allemaal in orde. Oh, gelukkig maar. Het is nu in orde. Dan kunnen wij nog rustig wat oude liedjes doen, toch, met ze? Of niet? Nou, ik moet de lijst heel snel naar Sinterklaas brengen. Oh. Oh, ja, zo dat snap alles. Ja. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Hallo. Goedemiddag. Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Zijn jullie aan het rondneuzen? Ik ben Guus. Nee. Ik ben Pim. En hij is Pom. Oh, hoi Pim en Pom. Ja. Dag Pieter. Hallo. Dus hey, Pim en Pom. Ja. Pim en Pom. Welkom. Maar wat zijn jullie aan het doen? Nou, ik heb hier een checklist. Een checklist? Ja, hier vink ik dingen af, zodat Sinterklaas hier naartoe kan komen. Oh, en mogen wij die checklist eens even zien? Ja, nou, natuurlijk. Regel, laat ze niet zoveel zien, want jij bent natuurlijk hartstikke druk. Ben je ja, druk? Ja, oh, ontzettend. Maar Regel Piet, kijk eens naar ons. Zien wij er niet uit als hele, hele vriendelijke mensen? Ja, hele aardige mensen. Ja, hè? Ja. En, jawel. Ah. Nou, ik wij weet hebben ik weet vandaag niks te doen. Hebben jullie vandaag niks te nee, doen? Nee hoor. Helemaal dan kunnen wij niks. Best even voor jou die checklist. Kijk eens. De Sinterklaas brengen. Zouden jullie dat? Ik weet het niet hoor. Er klopt iets niet. Ja, maar ik ben hartstikke druk. Wij zijn hele aardige mensen. Ja, zeker. Dit zou mij wel een heleboel tijd schelen. Regel, luister nou eens. Jij regelt al jaren alles. Vertrouw op je intuïtie. Ja. Juist, ja. Ja, dat gaat altijd. Kunnen jullie snel zijn? Heel snel. Heel snel? Ja? Ja. Kijk, dan doen we deze. Oh, ja. Die doen we dan even in het zakje. Kijk, Regel. Regel, hij gaat hier in het zakje. Dan kunnen jullie wel even aftellen, zo van 3, 2, 1. En dan moet je ze opletten hoe snel wij zijn. Zijn we zo weg? Ja. Zijn we zo weg, hoor. Ja. Laten we dat doen. Ja? Dat is goed. Nou, dan doen we dat, hè. Kinderen, let op. We tellen tot drie, van 3 tot 1, hè. 3, 2, 1. Ja! Zo, die zijn inderdaad snel. Die zijn snel. Goh, oh. En dat scheelt ons een hoop tijd, want dan kan je sneller Sinterklaas halen. Dat moet ik wel gaan doen. Dus, hey jongens, veel plezier. Ik zie jullie straks weer, ja? Tot straks, Regel. Dag, schat. Kenzo. Doeg. Ja. Ik bedoel, we kennen elkaar heel goed. Maar hoorde ik het nou goed? Eerst zei die Guus. Oh, dat is Deppel. Nee, er waren Pim en Pom. Ja, maar ik hoorde Guus. Wat hoorde je? Hij zei Guus. Nee, dat heb je niet goed. Weet je, Regel, die heeft het altijd goed. Laat maar gaan. Ik had ze namelijk beloofd en toen kwamen die aardige mensen. Ik heb ze allemaal beloofd om samen met ze te zingen. En hoor ze nou eens roepen, ze willen maar één ding. Zingen. Zingen, ja, ik hoor het. Sinterklaas Kapoentje wordt het, denk ik. Wat denk jij? Zullen we hem doen? Nou, ik weet het niet. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Dank u Sinterklaasje.
geweldig. Wat een feest hier. Vind je het ook zo leuk? Fantastisch. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. En we gaan naar Sigrid's Komt-de-Stoomboot, zijn we er klaar voor? Sigrid's Komt-de-Stoomboot uit Spanje. Kenzo, Kenzo, Kenzo. Oh, heb je het gehoord allemaal? Dag burgemeester. Ze zingen allemaal mee. Het is gewoon onwijs. Oh, als Regel dit nou had gezien, hè? Ja, dat is helemaal geweldig. Man, wat mooi, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Wat hoor ik nou? Wacht eens, wacht eens. Dit klopt niet. Ik hoorde volgens mij gebonk. Ja, dat hoor ik weer. Dat moet dan binnen zijn. Ja, we moeten zingen. Kom maar binnen met je kracht. Oh. Dag allemaal. Wat is het gezellig. Hier ben ik dan hoor. Hallo allemaal. Kom maar Sinterklaas. Dag hoor. Dag hoor. Oh, wat is het hier gezellig. Oh, Sinterklaas. Dag hoor. Hier op de foto. Dag hoor. Sinterklaas. Dag hoor.
Dag hoor. Opa Sinterklaas. Is er iets? Wilt u geen foto maken? Dag hoor. Wat is het hier gezellig. Dag hoor. Dag hoor. Wat is het leuk. Dag allemaal. En allemaal voor mij. Dag hoor. Dag hoor. Dag weer. Kom maar Sinterklaas. Ja, nog een foto hier Sinterklaas. Kijk eens. Ja. Kijk, het is gelukt, man. Ja. Oh, ja, het is hem, hoor. Dag allemaal. Dag, hoor. Dag, hoor. Wat is er leuk. Oh, en allemaal ja. Kinderen. Oh, wat een gezellig Sinterklaasfeest. Dag, hoor. Dag allemaal. Dag, hoor. God, wat leuk. Dag allemaal. Dag, hoor. Dag, hoor. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag, hoor. Dag. Dag, hoor. Oh, wat dag, kinderen. Dag, lieve kinderen. Dag, allemaal. Wat gezellig dat jullie er zijn. Dag, allemaal. Lieve kinderen. Wat gezellig dat kom maar, Sinterklaas. Ja. Ja. Oh, ik ga even naar boven. Lukt dat, Sinterklaas? Oh, ja. Oh, dankjewel, Piet. Dankjewel. Dankjewel. Zo. Zo. Oh. Daar ben ik dan. Zo. Oh, wat ben ik toch blij, Sinterklaas, dat u er bent. Dank. Kijk eens. Dag, hoor. Kijk eens, Piet. Het is hem echt, hè? Sinterklaas. Dag, hoor. Vertel eens even, wie zijn jullie? Ja, ik ben Guus. Nee, let nou eens op. Pim. Hé! Hey! Ja, Guus, Pim, Sinterklaas, ik weet het ook niet meer, hoor. Dag, hoor. Nou, wat, kijk, wat Piet. Nou? Piet. Ja. Het is hem echt. Nee. Sinterklaas, wilt u eens zeggen dag, hoor? Dag, hoor. Ja. Ja, het is ja, hem dag, echt. Het klinkt wel zo. Ja, het klinkt wel als Sinterklaas. Maar als jij dan Sinterklaas bent, wie ben jij dan? Nou, kijk, ik heb hier deze. Ja. Kijk eens, ik ben echt de hoofdpiet. Ja, de hoofdpiet? Ja, kijk maar eens. Kijk eens, Piet. Ja, ik heb hier het grote boek van Sinterklaas. Heb jij het grote boek van Sinterklaas? Nee, hou je nou eens stil. Nou hoor. Dit is het grote boek van Sinterklaas. Maar hoofdpiet, kijk. Tigo, kijk eens goed. In de stoomboot slapen wij namelijk in dezelfde hut als de hoofdpiet. Ja, ik denk dat we een probleem hebben, Kenzo. Dat denk ik ook. Maar wacht. Als jullie nou Sinterklaas en Piet zijn, ja. Wat komen jullie hier dan doen? Nou wij komen een tekening ophalen. Een tekening ophalen? Ja. En jullie denken dat die kinderen hier allemaal die tekeningen aan jullie gaan meegeven? Dat denk ik wel. Voor Sinterklaas. Ja. Nou hoor. Dank jullie wel. Dat bedoel ik dus. Kenzo? Ik denk als we eens even goed kijken. Tigo, dit zijn Guus en Nico. Ja. Oh. Dit is Guus en Nico. Tigo heeft gelijk. Dit zijn de boeven. Dag hoor. Ja, Guus hè? En Nico. Nee. Het is nu klaar met jullie spelletje. Oh. Ja, het is het. Kijk. Ja, ik zie het nu ook. Toch wel knap gedaan ook. Ik zie het nu ook. Oh. Nou. Daar zal er een liedje van mij zingen ook wel niet in zitten. Nee. Nou, dat kun je nou hoor. Ga daar maar vanuit, Sinterklaas, dat dat niet goed komt. Gaan jullie maar eens eventjes zitten. Ja. Oh, kom maar. En mijn moeder zei nog, doe dat nou niet! Ja. Ja, mijn moeder zei ook, doe dat dan niet. Maar ik denk het toch, ja ik weet het, ze zei het, dat kan ik doen. Wat is het toch leuk, om iets van te doen. Nou, geloof mij nou maar. Ik denk dat we wel iets moeten doen. Dat het voor jullie niet zo leuk is dat jullie iets fout hebben gedaan vanmiddag. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar ik denk, Kenzo, we moeten zo snel mogelijk regel regelen. Oh. Ja. Maar regel is er nog niet. Kunnen jullie ons helpen roepen? Ja. Maar dat moet echt op zijn hart, hè? Niet de regel, Piet. Doen we één keer oefenen, één keer oefenen. Oké, dan doen we 3, 2, 1 en dan zeg je regel. Ja, goed. 3, 2, 1, regel! Nee, dat hoort ze niet, dat hoort ze niet. Papa's, mama's, jullie moeten ook meedoen. En de opa's en de oma's. Ga jij maar eens even zitten, vriend. Niet zo hard roepen. Ja, hou ze in de gaten, Tigo. Niet zo hard, hoor. Niet zo hard. Allemaal samen, hè? 3, 2, Guus, eens. De regel! Oh, dat waren twee trommelvliezen. Ja. Ze komt wat is dat aan? Regel, kom. Oh, regel, Piet. Er is paniekregel. Oh, wat is er aan de hand hier? Ja, regelrechte ramp hebben we. Oh, nee. Het is niet te geloven. Kijk eens goed.
Wie denk je die dat zijn? Dag hoor. Nou, Sinterklaas en Piet niet. Nee, dit zijn Guus en Nico. Guus en Nico? Ja. Wat doen jullie hier? Ja. Nou, alle tekeningen ophalen. Oh, maar we zijn er op tijd bij. Maar ik denk echt dat we dit zo snel mogelijk aan Sinterklaas moeten vertellen. Dat denk ik ook. Maar hij komt hier zo heen, toch? Ja, hij komt hier zo heen. Ja. Sinterklaas? Nee, die komt hier niet vandaag. Ja, wat? Zeker wel. Sinterklaas komt wel, hoor. Zeker wel. Nee, hoor. Er zijn twee hele aardige mensen geweest, die hebben die checklist naar hem toegebracht. Ja, heel en als snel. Als goed is, zou die komen, toch? Ja, dat klopt. Die checklist? Die hebben wij in zijn zak. Dag, hoor. Ja, nou zitten, man. Maar dat nee, dat zeg dat nou niet. Nee. Dat is een ramp. Ga checken of dat klopt. Oh, nee. Heeft hij hem in zijn zak? Oh, nee. Oh, nee. Ik ook. Oh. Oh, oké. Is het hem? Het is hem. Ik ga deze zo snel mogelijk naar Sinterklaas brengen. Oh. En dan hopen dat hij hier zo snel mogelijk aankomt, jongens. Regel snel, hè? Ja, dat doe ik. Ja, doei. Die mensen wachten al zo lang. Maar laten we ze hier zitten. Nee, ik ben niet zo blij mee, hoor. Nee, ik wil nog een liedje met die mensen zingen. Maar dit is natuurlijk niet zo leuk. Maar doe ze het dan wel af. Ja, als je ze nou daar naar de bar brengt. Oh. Ja. En dan kunnen al die pieten in de zaal een beetje opletten dat ze daar blijven staan. Guus en Nico. Oh, Guus. Het is elk jaar wat anders met ze. Ja, iedere keer hetzelfde liedje. Oh, maar Tigo. Ik had het echt niet gezien. Nee. En die kinderen hadden het ook allemaal niet gezien. Dag hoor. Oh, jullie zeiden dat, maar ik dacht dat jullie met ons wouden zingen. Dag hoor. Wil jij ze bewaken, Piet? Dus jullie wisten het. Moet hier staan? Ja, doe dan. Gaan we hier staan? Volgende keer vraag ik het. Let je even op ze. Doe maar een beetje. Ja, dat staan ze hartstikke goed. In het hoekje. Ja, en goed opletten dat ze daar niet wegkomen, Wereldpiet, hè? Hey, Tigo. Jij kent ze. Ik heb de band gevraagd. Laten we maar gewoon gaan zingen. Ja, zullen we dan doen? Kunnen we dit snel vergeten. Ja, dat denk ik ook, hè? Ja. Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En vroeger dan wat lekkers in een of andere hoek. Sinterklaas is jarig, zet de schoen vast klaar. Ik hoop dat hij hem voldoet met ja, wist ik het maar. Hier zet ik wat water en wat hooi voor paard. Want een trouwe beestje is het heus wel waard. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, de goede vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u, wat brengt hij u, wat brengt hij u en mij? Die zoet is koel, die stout is krijgt de roer. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, de goede vriend, de vriend van ieder kind. Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippeltrap. Het is het paard van Sinterklaasje, stippelstaan. Door zo snel draagt met gemak Sinterklaasje overdag. Zo snel draagt met gemak Sinterklaasje overdag.
Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. We hebben wel echt wel een probleem. Want nou liep ik er net langs. En lieve kinderen, kijk nou eens als je hem daar ziet zitten. Dat is toch Sinterklaas? Dag hoor. Dag hoor. In het licht. Weet je wat we kunnen doen? Ik twijfel. We moeten iemand vragen. We moeten iemand vragen. Een opa van oma. Ja. Hey Tiro. Je kent zo. Weet je wie achter in de zaal zit? Ja, de cameraman. Nee. Ja, die zit er ook. Oh, achter in de zaal zit de burgemeester. Is dat de burgemeester? Ja. Nee. En als nou iemand Sinterklaas al jaren kent van de intochten. Ja. Dus we gaan aan de burgemeester vragen. Of je er mee zijn in het licht zijn ze... Dag, burgemeester. Kijk, zie nou. Dag hoor. Burgemeester, is dit de echte Sinterklaas? Nou, ze zwaaien wel heel aardig, hè. Ze zien er ook wel echt uit als Sinterklaas en Piet. Maar ik twijfel, ik weet het niet helemaal zeker. Er klopt iets niet volgens mij. Is het misschien een idee dat u hem eens van dichtbij gaat bekijken? Ja, u mag hem van dichtbij bekijken. Even ja, natuurlijk. Oh, ik ben zo blij dat u er bent, want ja, u bent eigenlijk een beetje onze bevestiging. Kom maar mag ik dan wel een applausje voor de burgemeester van Kampen? Die zit gewoon in de zaal. Kom maar, Sinterklaas. Bekijkt u ze maar eens goed, burgemeester. Dag, burgemeester. Ik ben de hoofdpiet. Kijk, en dit is hem. Dag, het is hem. Ik ben Sinterklaas. Ja, zo heet Sinterklaas. Ja. Ik weet het niet met deze Sinterklaas. Ik heb wel een trucje. Dan kan ik erachter komen of het echt Sinterklaas is of niet. Want zoals de kinderen weten, mag de burgemeester altijd als eerste Sinterklaas ontvangen als hij met de boot aankomt. En de kinderen weten wel waar Sinterklaas aankomt in kamp, hè, met de boot. Maar zou deze Sinterklaas het ook echt weten? Dus Sinterklaas, wat leuk dat u er bent, maar waar hebben we elkaar eerder gezien hier in kamp? Waar kwam u ook alweer aan met de boot? Nou, volgens mij was dat in het park. Nee. Ja. In het park. Ja, in het park. In het park. Ja, met zo'n roeibootje. Met zo'n roeibootje. Ja. Klopt dat, kinderen? Kwam de Sinterklaas aan in het park? Nee. Met een roeibootje? Nee. En wanneer was dat, Sinterklaas? Was dat deze zomer dat we elkaar zagen of was dat een andere keer? Ja, het was op een warme dag. Het was heel warm. Een warme dag in de zomer. Klopt dat, kinderen? Ja. Nee, helemaal fout. Dat kan niet waar zijn. Piet, dit zijn geen echte Sinterklaas en burgemeester. Dit is hartstikke nep. Briljant, burgemeester. Briljant. Ik ben blij dat u dat even bevestigt. Wat een goede vraag. En nou weten we in ieder geval dat ze toch echt wel de boeken zijn. Maar ja, waar is dan de echte Sinterklaas? Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Hé! Hey. Ik hoor de deur volgens mij. Ik ga gauw terug. Ik ga ook op gauw. Nou, we hebben het los. We gaan het podium op. Ja, dit moet Sinterklaas zijn. Zou het hem dan echt zijn? Maar dan moeten we zingen. We moeten zingen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien hallo allemaal. Nog even tijd voor dan. Zo, wat is het vol. Dag lieverd. Hallo, wat leuk, gezellig. Hallo allemaal, hallo, hallo, wat leuk. Dag lieverd, ben je helemaal enthousiast? Je hebt al zo'n mooi pakje aan. Oh, Guus, kijk eens. Ja. Hé, mijn broer, dat is je broer. Dag Sinterklaas. Hallo, daarachterin, hallo allemaal.
Kijk, hier is al het filmen. Ik weet niet waar ik kijken moet. Hallo, wat gezellig. Hallo. Hallo allemaal. Dag Sinterklaas. Dag lieverd. Dan heb je een mooi truitje aan. Mooi met de laarsjes. Mooi hoor. Hoi. Box. Ook een box. Even een selfie. Oh, dit is film. Dag hoor. Hoi. Hallo. Dag lieverd. Zie je er leuk uit? Jij ook? Hallo. Staat het erop? Hallo. Wat leuk zeg. Dag Sinterklaas. Hallo. Dag Sinterklaas. Hallo allemaal. Guus en Nico. Komt allemaal in orde. Hallo. Hallo. High five. Ook al zulke leuke pakjes aan. Nog een high five. Kijk eens. Naampjes erop. Het lukt allemaal niet. Hallo. Ook al aan het filmen. Dag lieverd. Een hand. Jij ook, wat heb je een mooi petje op. Hallo. Dag lieverd. Hallo. Ja, lieverd. Wer is waar? Ja. Ja, ik heb het gezien, Guus en Nico. Komt allemaal in orde. Hallo. Dag. Ik kan er niet bij. Leuk hoor. Hallo. Dag, lieverd. We gaan naar boven. Hallo. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Hoppakee. Dag, jongens. Hallo allemaal. Gezellig, zeg. Zo. Kijk eens, nog zo'n lieverd. Gezellig. Dag Sinterklaas. Dag Tigo, dag Kenzo. Hallo Sinterklaas. We zijn er. Ja, gelukkig. Ja. En we zijn heel blij dat u er bent. Ja. Toch? Ja, ik zou komen, toch? Ja, nog natuurlijk. Blijer dan de anders checklist. Sinterklaas. Ja. Ja, maar het had allemaal een beetje een staartje. Oh? Ja. Het ging niet goed. Nee, nee, nee. Sinterklaas, er kwam eigenlijk een probleempje, want... Ja. Kijk, Guus en Nico. Dat, oh, hadden dat hadden jullie toch wel gezien, dat het Guus en Nico waren? Ja, nou... Ja, natuurlijk. Dus als hun het zien, dan hebben jullie het toch ook gezien, neem ik aan. Nou, niet helemaal, want we niet waren helemaal. Zo druk aan het zingen, Sinterklaas. Ging niet helemaal goed? Nee. Vervelend, maar sorry. Het komt goed. Nou, gelukkig. Daar ben ik blij mee. Dat komt het altijd, toch? Fijn. Ja. Nou, Sinterklaas. Wil je lekker gaan zitten? Ga ik even zitten? Zet ik eerst even de stap weg. Dan zit dat een beetje moeilijk, hè? Zo. Wat gezellig, zeg. Ja, Sinterklaas. Zo. Moet je eens kijken. Ah. Hoe gezellig. Ja. Leuk, hè? En het is ook zo leuk. Moet je een beetje van genieten, toch? Ja. En het is zo... Iedereen is zo vrolijk. Ja. Oh, en dat stemt ons ook vrolijk. Dat doen we toch? Sinterklaas. Hey, Sinterklaas. Regel. Oh, regel. Oh, regel. Oh, regel. Oh, jeetje. Kom samen. Regel. Wat leuk dat je er ook bent. Sinterklaas, oh, jeetje. Het ging allemaal mis, want... Ja, want ik moest die checklist invullen van u en dat ging allemaal goed met de Pieter gecontroleerd en alles. Maar toen was ik zo druk en toen waren er twee hele aardige mensen die konden heel snel de lijst naar u toe brengen. Maar er bleken geen aardige mensen te zijn. Er waren Guus en Nico en toen waren we bang dat die niet zou komen. Maar nu bent u er gelukkig toch. Natuurlijk ben ik er. Rustig, rustig, regel. Alles komt goed. Guus en Nico, ja, kom alsjeblieft even hier naar het podium toe. Oh, dit kan echt niet. Oh. Is niet zo erg. Is niet zo erg. Oh. Ik vind het eigenlijk wel een beetje grappig ook. Jullie ook? Is ook wel een beetje om te lachen, toch? Nee. Niet? Komt allemaal goed. Kom maar eens even deze kant op. Doe maar, Guus. Het is een beetje vol, dus dan moet je een beetje moeite doen om erdoor te komen. Dag, Guus. Dag, Sinterklaas. Ga eens even zitten, jongen. Dag, Sinterklaas. Dag, Nico. Dag, Sinterklaas. Ga eens even zitten. Leuk hoor, Guus. Maar wat is hiervan nou de bedoeling? Nou, Sinterklaas. Wij wouden u eigenlijk een heel klein beetje helpen, want we dachten dat u wel heel druk zou zijn. Ik ben natuurlijk al deze tijd heel druk, maar voor zoveel lieve kinderen, voor zo'n feest, daar maak ik toch tijd voor. Nee. Sinterklaas, eigenlijk wouden wij de... tekeningen meenemen. Ja. De tekeningen meenemen. Ja. En wat wilden jullie precies met die tekeningen gaan doen dan? Nou, wij dachten, als wij alle tekeningen hadden, dan kregen wij alle cadeautjes. Lieve Guus en Nico, zo werkt dat natuurlijk niet, hè. Nee, alle namen van alle kinderen staan in het grote... Hoor je het? Ja. En als Sinterklaas in Nederland is, dan zetten alle kinderen hun... En in die schoen, daar gaan verlanglijstjes in, daar gaan tekeningen in. En sommige kinderen maken 1 tekening, sommige misschien wel 10. En ik ben met elke tekening even blij. Maar meer tekeningen wil niet zeggen dat je ook meer cadeautjes krijgt. Dus
Jullie plan had sowieso niet gewerkt, hoor. Nee. Dit zint me niet. Dus u gaat mij vertellen dat ik er voor niet zo raar uitzie? Ja, het spijt me, Guus, maar eigenlijk wel, ja. Ja. Jongen, jij ook had met je goede ideeën. Sorry, Guus. Hey, jongens, maak geen ruzie. Het is een feest. Dan gaan we geen ruzie maken. Maar ik denk dat jullie beter die rare spulletjes allemaal even af kunnen doen en weg kunnen doen. Maar beloof me eens één ding. Doe dit soort dingen nooit weer. Nee, Sinterklaas. Sinterklaas? Ja. Dat beloven wij, hoor, ja. Sinterklaas. Ergens geloof ik het niet. En ik weet ook niet waar jullie de volgende keer mee komen. Maar het gaat toch niet lukken. Hè? Nee. Dus ga alsjeblieft even naar achter. Doe die rare dingen uit. En kom dan gewoon gezellig terug. Want het is een feest. Nou, dag allemaal. Dag hoor. Ze zijn best wel lief. Ze zijn niet zulke erge boeven. Hè? Eigenlijk kunnen we er wel een beetje om lachen, toch? Ja, er gebeurt niks, toch? Ja. Ze proberen het een beetje, zijn een klein beetje dom, maar dat geeft niks. Dat is helemaal niet erg. Ah, Sinterklaas, Kenzo. Ik ben zo blij dat u het allemaal zo goed opvat. Tuurlijk. En nou durf ik ook wel te zeggen dat we met al die mensen, die kinderen, opa's, oma's en papa's en mama's, hebben we nog een verrassing voor u. Een verrassing? Ja. Ik ben dol op verrassingen. Zal ik hem een beetje verklappen dan? Vertel. Weet u nog dat u de linker schoen kwijt was? Ja, die heb ik een keer zelf gezet. Ook wel grappig. Er kwam natuurlijk niks in, want ik heb er zelf niks in gedaan. Maar dat geeft niet. Hij stond er de volgende morgen nog. Dat is ook prettig. Nee, maar toen hebben wij gedacht. Ja. Dat is eigenlijk best wel leuk om een liedje over te maken. Een liedje? Een liedje. Wat leuk. Dus eigenlijk willen we dat liedje voor u doen. Ik zou zeggen, doe. Met alle papa's. En dit doen de kinderen allemaal mee. Ja, tuurlijk doen ze allemaal gezellig. Mee. De papa's maken zo zwaaien. Laten we gelijk controleren. Kom maar. Leuk. De zakken staan weer klaar. Met pepernoot en speculaas, alle pieten gaan op pad, samen met Sint-Nicolaas. Wacht eens even op de Piet, kijk eens even goed. Sinterklaas die mist de schoen aan zijn linkervoet. Waar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas? We kunnen dat niet op, want hij is kwijt helaas. Waar is de linkerschoen, weet jij soms waar hij staat? Waar is de linkerschoen? Anders komen we ze la 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 la. Kijk eens bij je paard, geef de Sint hem dan verstopt, daaronder zijn baard. En we zingen samen de kaart. Waar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas? We kunnen de dak niet op, want hij is kwijt helaas. Waar is de linkerschoen, weet jij soms waar die staat? Waar is de linkerschoen, anders komen we ze la 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 la. Kijkend bij de haard, en daar stond een schoen met een mantel voor het paard. Piet had hem gevonden, hey jongens wat een pret. De schoen van Sinterklaas, hij heeft hem zelf gezet. Daar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas. We kunnen de dak weer op met zakken speculaas. Daar is de linkerschoen, oh jongens wat een pret. Na jaren trouwe Piet heeft daar zelfs een schoen gezet. Daar is de linkerschoen, de schoen van Sinterklaas. We kunnen de dak weer op met zakken speculaas. Daar is de linkerschoen, oh jongens wat een pret. Na jaren trouwe Piet heeft hij zelfs een schoen gezet. Zag u Sinterklaas? Leuk. Oh, jongens. Mooi, wat een mooi liedje. Oh. Tycho, dat hebben we mooi gefixt. En zo. Sinterklaas. Ja? We hebben hem zelfs voor u op Spotify gelaten zetten. Dus als het liedje een klein beetje blijft hangen, ja. Wat dat kan gebeuren, dan kunnen ze hem nog eens terugluisteren. Ja. Wat leuk. Oh. Wat goed. Zeg, lieve kinderen. Zijn er misschien een paar kinderen? Want ik zie, er zijn er een heleboel.
En we gaan kijken wat er een beetje past. Maar zijn er misschien een paar kinderen die het leuk vinden om hier... Ja, kom maar lekker naar me toe, jongens. Kom maar allemaal. Voorzichtig aan. Dag, lieverd. Wat leuk. Wil je bij mij op schoot zitten? Voorzichtig op het trapje. Kom eens eventjes. Kijk, en dan gaan we een klein beetje verspreiden. En dan gaan we lekker op onze billen zitten. Kom maar, jij mag wel een beetje erbij blijven hangen. Dat maakt niet uit. Nee, dat kan niet op de schoot. Ja. Zo, wat anders dan? Kijk, anders ga je even op je billen zitten. Kom op, jullie ook erbij. Kom er gezellig bij. Een hele invasie van allemaal hulppietjes. Kom maar. Kom er lekker bij zitten. Jij ook, lekker op je billen zitten. Een beetje die kant nog plek. Hiervoor nog. Kijk eens, daar kunnen er nog een paar. En... Hallo, lieverd. Kijk, en dan gaan we met het gezicht naar de papa's en mama's toe. Want dan kunnen ze eens even zien. Dan ga ik even wat vertellen. Kom en erbij. Gaan zitten op de billetjes. Kom erbij. Zitten. Ook vooraan. Even op je billen gaan zitten. Lieve pietjes, kijk, allemaal gaan zitten. Dat je de papa's en mama's kan zien. Want dan gaan we wat leuks doen. Ja, lieverd. Ja, tuurlijk mag je wat vragen. Ik denk het wel. Het is nog niet helemaal Sinterklaastijd, hè? Ja. Ja, heel mooi liedje. Dat is toch van Pokémon? Ja, ik weet het. Kom, even kijken wat er nog bij kan. Want het wordt een beetje vol, maar het is gezellig. Kijk, even een beetje omdraaien, lieverd, als je wil. Even met het gezicht die kant op. Even op je billen. Kunnen er hier nog een paar bij? Gezellig. Dit is leuk. Vind je het leuk? Nou. Misschien gaan we dat zometeen wel even doen. Nou. Ja, dat is ook mooi. Ik vind het allemaal mooi. Ga even zitten. Lukt het allemaal? Hier. Zeg, luister eens even. Kijk, nu kun je in de zaal kijken en dan zien we alle papa's en mama's. En dan zien jullie een keer even iets zakken. Gaat het goed? Lieverd, ben je bedroefd? Er gebeurt niks. Wil je eraf? Is ook wel een beetje spannend, toch? Gaat het goed? Kom maar. Lukt dat? Ja, maar dit is ook zo. Kom eens, lieverd. Er gebeurt niks. Ja, dus de mama er niet bij, hè, want die zit in de zaal. Gaat het goed? Oké. Okay. Kijk, we kijken even allemaal naar de papa's en mama's. En nu zien jullie wat Sinterklaas ook ziet. Allemaal zangers en zangeressen. Zie je dat? Grapje, grapje, grapje. Luister, en dan gaan we zwaaien zodat de papa's en mama's foto's kunnen maken. Maar wat zegt Sinterklaas altijd? Dag hoor, dus dan gaan we de handen omhoog. Zwaaien, dag hoor. Dan lukken de foto's ook zo goed met die bewegende handen. Hè? Zo, dan houden we de handen even een keer stil. Dat doen we net alsof we zwaaien. En dan zeggen we met z'n allen tegelijk. Ik tel af van drie. Dus dan zeggen we dag hoor. 3, 2, 1. Dag hoor. Ga maar even lekker zitten. Want, lieve allemaal. Mooi hè? Lieve allemaal. Ja. Het paard, dat doe ik meestal als ik buiten rijd. Hè? Dat kan maar niet in de zaal, hij is te klein. Ja, precies. En die is nu een beetje aan het uitrusten. Zeg, ik wil even wat vertellen. Lieverd, is het niet leuk als jullie met z'n allen nu tegelijk een leuk Sinterklaasliedje gaan zingen? En welk liedje gaan we doen dan? Sinterklaas kapoen. Lekker kort zou ik ook kiezen. Zullen we ook vragen of Tigo en Kenzo... Hallo. Wat zeg je? Ja. Als we Tigo en Kenzo... Hier ben ik, Sinterklaas. Ja, ik kan niet zo ver de zaal in kijken. Ja, ik ben op de achtergrond. Zullen we vragen of hun een klein beetje helpen? Doen we het wel zonder muziek. Blijf even lekker zitten. Blijf even lekker zitten. Kijk, want anders zien de papa's en mama's het allemaal niet zo goed. Neem jij het over? Even aftellen, denk ik. Ja, want we gingen en wat doen we? Sinterklaas Kapoentje werd er geroepen. En wat nog meer, Sinterklaas? Piet en Liefde. En ik hoor nog ergens Zwarte Piet ging uit fietsen. Het maakt niet uit, ze zijn allemaal even mooi. Dan doen mooi. We Kapoentje en dan Bonne Bonne Bonne. Is allemaal even mooi. Goed, dan doen we eerst 3, 2, 1. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in een schoentje. Leuk. Gooi wat in een laarsje, dat
Mooi, hè? En nou doen we bonnen, bonnen, bonnen. Bonnen, bonnen ook nog. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn. En dan geven we de papa's en mama's een oorverdovend applaus. Mooi, hè? Vind je het leuk? Omdat jullie zo goed zingen. Kijk, nu mogen jullie allemaal even terug naar je plekje. Voorzichtig. Mooie op het trappetje. De Pieten helpen jullie. Voorzichtig, niet allemaal tegelijk. Let op dat het goed gaat. Zo, even terug. Is lekker een beetje rumoerig. Ja, vind ik wel leuk. Het is wel echt Sinterklaas, ja. Dit Sinterklaas. Dat doen we een ander keertje, denk ik. Want we hebben al zoveel liedjes. Maar wel leuk. Het is altijd feest als u er bent, Sinterklaas. Dat zien we nou wel ja, weer. Ja, we wachten even tot ze zitten. Kan ik eerst even wat vertellen? Nou, kom. Ja. Gaan we langzaam allemaal het trappetje weer af. Ja, alle oh. Dat is je Pieterbroek, anders ben je niet compleet, lieverd. Ja. Zitten we allemaal weer? Leuk, hè? Gezellig. Lieve kinderen, volgen jullie een beetje het Sinterklaasjournaal? Ja. Wat een gedoe is dat, hè? Hebben jullie de Rommelpiet al in huis gehad? Maar de Rommelpiet is niet echt de Rommelpiet, hè? Want dat is eigenlijk de... Paardenpiet, hoor ik daar al. Ja. En wat is het leuke aan het Sinterklaasfeest? Want dan krijg je Maar naast de cadeautjes krijg je ook altijd lekkere snoep. Ja. 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 Als jullie straks naar huis toe gaan, dan krijgen jullie allemaal een leuk stafje mee met wat snoepgoed erin. En dan kun je ook met de staf kun je een beetje... Sinterklaas nou doen, wat Guus een beetje probeert. He, lukt niet, maar het kan wel. Dus ja. Lieve Kenzo, vorig jaar hadden jullie ook een mooi liedje. Ja, dat klopt, Sinterklaas. Iets met vroeger. Ja, dat is uw lievelingsliedje. Ja? Dat is uw lievelingsliedje. En Sinterklaas, u hebt ons een beetje aangestoken. En de mensen die er vorig jaar waren en nu weer zijn ook, denk ik. Want we hebben ook dat liedje op single gezet. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? En die gaan jullie nu doen? Die gaan we speciaal voor u. Gezellig. En voor Piet gaan we die zingen. Vindt u dat goed? Ja, en dat is leuk als het publiek allemaal met de handen meedoet. Oh, dat wilt u graag, Sinterklaas. Beetje sfeer, gezellig sfeertje toch? Zo van het linker... Ja, dat gaan we doen. Ja, laten we dat doen. Dat gaan we doen. Ik zet er op verleden jaar mijn schoen al klaar. Ik ging naar bed of ik wat kreeg, mijn schoen was leeg. Ik lette heel goed op de straat die avond laat. Op het paard van Sinterklaas, daar liep voordat ik sliep. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen hier te wachten in de maneschijn. Dus kom niet na 9 uur. Zo vroeg komt u in elk geval niet overal. U moet nog langs de Vogelwijk en langs de dijk. Langs eenzaam huisje aan het weer en wel weer. En hier en daar een boerderij, maar eerst naar mij. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen hier te wachten in de maneschijn. We willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen hier te wachten in de maneschijn. We willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Mooi, blijft zo mooi liedje. Mag ik een applaus voor deze beide goede zingende Pieten? Een Pietenduo. Mooi hoor. Ja, en die kunnen ze dus ook terugvinden
op Spotify. Zo vaak als je wilt. Helemaal met de tijd mee, denk ik. Ja, Sinterklaas. Ja. Gezellig, leuk. Zeg, Sinterklaas. Ja. Ik heb een vervelende mededeling. Een vervelende mededeling? Ja, we moeten helaas gaan. Gaan? Nu al? Ja, nu al. Want maar het is net zo gezellig. Wat gaat de tijd snel? Ja, de tijd gaat heel snel. Regel, maar nu al echt. Ja. Is het alweer zover? Oh, wat vliegt de tijd. We hebben nog veel te doen, hè. Ik wil eerst even wat vertellen. Ga er eens even bij zitten. Ik pak even uw stap. Ja, mag ook eerst wel even gaan zitten. Ja, mag dat ook? Ja. Want, lieve kinderen, en eigenlijk ook de kinderen thuis, er zijn kleurplaten hier mee naartoe genomen. Ik ga ze allemaal bekijken. Allemaal. En daar kiezen wij een paar hele leuke kleurplaten voor uit. En die krijgen een leuk extraatje. En dat maken we dan bekend op onze Facebookpagina, heet dat. Hoe was dat ook alweer? Sinterklaas Kampen. Dus als je dat een beetje in de gaten houdt, dan gaan we dat daar bekendmaken. Dat duurt eventjes, want we willen alles even goed bekijken. Goed? Helemaal goed. Dan gaan we staan. Dankjewel, Kenzo. Dankjewel. Lieve allemaal, hebben jullie een leuke show gehad? Vonden jullie het gezellig? Ik ook. Het was echt heel leuk. Ik wil eventjes een paar mensen bedanken. En dat is allereerst meneer Paul van de leuke Hansenstad. Dankjewel dat we hier mochten zijn met dit mooie feest. Jan Spoor van DA Events. Samen met de jongens van het geluid. En ook hele lieve Sinterklaas vrienden. Tigo en Kenzo, het Pietenduo. Regelpiet. Alle andere Pieten in de zaal. De danspieten. Maar bovenal... jullie allemaal. Want ik blijf het zeggen. Ja. Want ik blijf het zeggen. Zonder jullie geen mooi Sinterklaasfeest. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. En als wij volgend jaar terugkomen. Zie ik jullie dan allemaal weer? Dan doen we dat. Tot volgend jaar. Dag hoor. We gaan hier eraf. We gaan eraf. Daar gaat ie. Gaat goed door. Dankjewel. Dag lieverd. Goed weg Piet. High five. Kan niet allemaal. Dag allemaal. Dag deze kant op. Dag lieverd. Dag jongen. Mini Sintje. Dag hoor. Leuk. Dankjewel. Dag. Dag lieverd. Dag allemaal. Dankjewel. Dag lieverd. Hallo. Wat heb je daar? Is dat voor mij? Dankjewel. Loop eens zo'n leuk petje op met zo'n veertje. Oh, die nemen we mee. Ik kom denk ik nog wel bij je kijken. Dag allemaal. Dag hoor. Dag lieverd. Leuk. Box, ook goed. Staat het erop? Dag. Dag lieverd. Dag. Dag allemaal. Dag jongens. Niks meer uithalen.